Als jonge persoon als je op straat belandt, je ogen worden geopend. Op dat moment was ik op het punt om helemaal in te storten. Het was zo'n koude nacht ook. Holy pleuris. Ademhaling die slecht gaat. Praten dat niet meer lukt. Veel trillen. En uiteindelijk ziet het eruit alsof ik hyperventilerend op de grond zit. Op dat moment was ik gewoon alles zat. Ik dacht, ja, ik hoef niet naar school, ik zit op een gesloten groep. Ik dacht dat ik nooit meer daaruit zou komen. Dus ik dacht, ja, wat doe ik hier dan eigenlijk? Als ik er niet ben. Het leek voor mij gewoon een uitweg. Ik dacht, ja, als ik er niet ben, dan hoef ik dit ook niet mee te maken. Ik voelde me niet meer alleen toen mijn moeder overleed. Want ze was er natuurlijk gewoon altijd al niet echt. Maar toen mijn vader overleed, dat was wel echt een flinke klap. Als je 3-4 jaar lang de hele dag alleen maar die prikkels in je hoofd hebt van stemmen en alleen maar nare dingen zeggen, opdrachten geven. Als dat dan in één keer weg is, dat is pas eenzaam. Dat is eng. Ik denk zelf persoonlijk de dingen die ik heb meegemaakt, soms vergeet ik het zelfs. Van wauw. Hoe ben ik zo eruit gekomen? Dan denk ik bij mezelf van wauw. Bijzonder. Iedereen gaat gewoon door met zijn leven en alles draait maar gewoon door terwijl jouw wereld gewoon echt helemaal stilstaat. Maar het is niet het einde van de wereld en alles is tijdelijk. Alles.